Vandaag is het woensdag 15 april 2015. Mijn naam is Arjan Bos en ik mag je van harte welkom heten bij dit eerste video-interview vanuit de nieuwe studio van Earth Matters. En dat is een heel bijzonder moment, want we hebben in de afgelopen 2 jaar ongelooflijk veel tegenslagen gehad met betrekking tot onze studio. Er is een keer een blikseminslag geweest. We hebben 3 PC's die zijn gecrashed. En we hebben het een tijdje even gelaten, omdat we echt het gevoel krijgen van nou, volgens ons is de tijd nog niet rijp of het mag niet gebeuren. Maar alles wat we doen om het in de benen te zetten, dat wierp helaas geen vruchten af. Dus vandaag extra heugelijk moment dat we hier nu zitten en dat het dus kennelijk de tijd rijp is. En onze eerste gast is niemand minder dan Martijn van Staveren. Hij is 41 aardse jaren oud. Maar naar zijn eigen zeggen komt hij 518.072 jaar uit de toekomst. Hij heeft al vanaf zijn geboorte, waar hij zich bewust van is, contact met buitenaardse wezens. Hij is een remote viewer. Door alles wat hij heeft meegemaakt ook een angstdoorlevingsexpert en een vrijspreker. Dat hij vrij spreekt over dat wat hij heeft meegemaakt. Daar is heel veel bij wat niet te verifiëren is. Dus dat is voor een journalist altijd vrij bijzonder. Hè? Want je wil als journalist echt iets brengen waarvan je weet van nou, dit klopt en dit is gecheckt. Dan hebben we ook wel een klein beetje background check gedaan. Maar dat kan nooit uitputtend zijn. En zeker met de verhalen die Martijn vertelt. Wat ik voor mezelf kan vertellen is dat hoe het voor mij is dat wat hij vertelt is heel congruent met heel veel gnostieke verhalen en heel veel vanuit de kwantumfysica. Hij schakelt snel, hij is heel intelligent, maar bovenal voelt het goed voor mij. Maar goed, er blijft heel veel over wat niet verifieerbaar is. Dus de uitnodiging is om vooral te kijken met je hart en te luisteren met je gevoel. Martijn, van harte welkom. Dankjewel Arjan, fijn dat ik er mag zijn. En wat je zegt, dat is het hè. Werken vanuit ons gevoel, dus ervaren en luisteren naar, via ons gevoel naar wat er dus naar voren toe mag komen. Ja. Ja, ja. Ja, dat klopt. Je zegt dat je 518.072 jaar uit de toekomst komt. Ja. Hoe weet je dat? Dat is een hele bijzondere vraag natuurlijk. Ik heb gedurende dit hele leven heb ik een onderzoek gedaan naar hoe tijd in elkaar zit. En het is precies wat je zegt, het is eigenlijk niet verifieerbaar. Aan de andere kant kun je afvragen, wat is wel werkelijk verifieerbaar? Er zijn mensen die prevaleren de waarheid te hebben ontdekt. De waarheid, op basis van ook onderzoekkaders. Wat ik heb gedaan is precies zoals je zegt, ik heb het vanuit mijn dieperliggende weten, en dat komt voort uit een gevoel wat ik heb meegenomen naar de aarde, ben ik een onderzoek gestart hoe tijd in elkaar zit. Ik ben daar eigenlijk ook door tijdframes heen gegaan. Ik ben niet alleen in deze realiteit aanwezig, maar ook in andere realiteiten. Wat mij helemaal niet bijzonder maakt, want dat doen we in feite gewoon allemaal. Want dus, het is helemaal geen verschil, we zijn allemaal gelijkwaardig. Maar binnen dat onderzoek heb ik kunnen onderzoeken en ontdekken hoeveel een aardse jaar inhoudt in ons bewustzijn. Mm-hmm. En dat heb ik kunnen naast de gevoelens, dus de realiteitsgevoelens kunnen leggen van waar ik vandaan kom. Dus ik heb als het ware een synchroniciteit binnen mijzelf kunnen ontdekken, een mechanisme waardoor ik dat weet. Waardoor ik dat, die informatie naar voren heb gekregen. En daarnaast is het zo dat ik daar ook over gesproken heb, nadat ik ontdekte hoe dat in elkaar zit, dat ik dat verder in een onderzoek heb kunnen uitwerken, heb ik ook gesproken met andere rassen, mensen zoals wij zelf, mm-hmm. Die dat ook bevestigden. Niet door het jaar te noemen, maar door bevestigend te reageren op de vragen en de opmerkingen die ik daarover heb. Okay. Want het bijzondere is dat wij de informatiedrager zijn. Mm-hmm. En dat wij dus nooit en ten nimmer de vragen kunnen stellen aan anderen en daarop antwoord krijgen. Dat is een heel bijzonder mechanisme. Dus heel kort samengevat is dat een beetje wat ik er op dit moment zo over kan vertellen. Zonder dat ik gelijk de diepte induik. Nee, okay. En ben je dan ook zeg maar van de aardse toekomst, dus op van de aarde. Want ik kan me voorstellen, kijk, nu zijn er natuurlijk ook allerlei planeten in deze realiteit, mm-hmm. waar nu dingen gebeuren. En als je dan zoveel een half miljoen jaar in de toekomst bent,
is dat nog steeds op de aarde? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Dat is een toekomst. Het is een tijdspanne die totaal niet overeenkomt met hoe wij op dit moment tijd zien. Mm-hmm. Daarom is het ook allemaal een soort vertaalslag. Zo zullen we. Ik zeg ook altijd tegen de mensen van tracht een slag om de arm te houden. Want op het moment dat wij in ons grotere vermogen terugkeren, dat wij meer gaan beseffen hoe bepaalde zaken in elkaar zitten. Dat we ons vermogen dus gaan toenemen en daardoor ook inhoudelijk meer kunnen begrijpen over wat een jaar is, hoe dat op basis van welke kaders dat wordt uitgelegd. Nu is dat dus zeg maar uit de toekomst, van waaruit wij dus nu denken dat voortkomt op onze tijd van nu, wat ook niet zo is. Dus ik maak het gelijk allemaal heel erg lastig. Maar het heeft wel te maken met deze aarde, dat klopt. Hè? Dus deze aarde speelt daar een centrale rol in. Okay. Ik ben naar die aarde toegegaan en vanuit die aarde ben ik in deze situatie terechtgekomen, heel bewust. Ik kom niet zelf van deze aarde. Ik kom uit een achterliggende realiteit die daar nog omheen ligt. Waar overigens heel veel mensen vandaan komen. Mm-hmm. En dus het is een grote diversiteit van hoe we hier op de aarde zijn aangekomen. Het allerbelangrijkste is dat we met elkaar iets heel belangrijks te doen hebben. En we willen altijd heel graag direct dingen verklaren. Daar zijn we natuurlijk in de fase waarin we nu zitten. De condities van, van het menselijk vermogen is daar heel erg op gericht. Mm-hmm. We zijn natuurlijk ook allemaal mentale wezens geworden, langzamerhand. En binnen dat stuk is het ook heel belangrijk om voortdurend te beseffen dat we het met ons mentale vermogen lang niet zullen kunnen verklaren. Dus die verklaring dragen wij in ons. En toch snap ik de vraag. Ja. En hoe meer ik in die diepte zit, en vandaar ook dat ik daar ook informaties over geef, hoe meer puzzelstukjes op zijn plek kunnen vallen bij ieder individu. Want het is allemaal op basis ook van je eigen vermogen. Ja, dat heeft wel met de aarde te maken waar wij op dit moment bovenop zitten. Oké. Okay. Ja. Toen ik jou hoorde zeggen voor het eerst dat je zeg maar een 500.000 jaar vanuit de toekomst kwam, dacht ik van, goh, het is net de real Peter die zo uit Fringe weg is gelopen. En dat kan in deze serie Fringe. Mm. Die ken je ook, neem ik aan? Nee, ik ben heel onbekend met veel films. Okay. Dus boeken lees ik ook vrij weinig. Ja. Ik krijg nu wel heel veel boeken onder ogen, omdat mensen me dat natuurlijk aanreiken. En dat is ook heel prettig. Ik heb er tot nu toe nog niet zoveel tijd voor gevonden om daarin te verdiepen. Maar met films, wat mij het meest is bijgebleven, is de film The Matrix. Oh ja. Toen die uitkwam. Ja. En dat raakte mij heel diep, omdat daar hele specifieke elementen in zitten die heel dicht tegen de werkelijkheid aan liggen. Mm-hmm. Waarin het spirituele vermogen van de mens niet aan de orde komt in die film, maar de basis, zeg maar, dat er een controlelaag is om het menselijk bewustzijn waar wij nu in denken te zitten. Mm-hmm. Dat raakte mij. Dat is een film waar ik wel een bepaalde mening en gevoel over heb, maar andere films, ik ken maar heel weinig films. Okay. En ik denk dat het ook wel goed is. Ja, voor mij. Ja, dat kan ik me voorstellen dat het niet vertroebelt, zeg maar. Precies. Ja. En goed, en dus in Fringe, zeg maar, er is een heel, daar heb je natuurlijk heel specifieke beelden over hoe dat gaat, zeg maar. Want daar wordt ook tijd gerezen of tijd gereisd. En daar is hij ook in parallelle werelden. En dus daar, zoals dat daar dan gaat, dan ligt hij bijvoorbeeld in een tank en dan gaat hij dan in de geest reizen. Ja. En ik hoor jou zeggen van, goh, ik ben tegelijkertijd aanwezig in meerdere realiteiten. Ja. En is dat nu ook zo? Ja, dat is nu ook zo. En dat heeft alles te maken met het feit dat wij het stuk wat we nu waarnemen, is onze waarachtigheid, wie wij nu zijn, waarvan we denken wie we zijn, is een heel klein stukje van een veel grotere realiteit. Van een veel groter stuk bewustzijn wie wij zijn. En als je bedenkt dat grotere bewustzijn, dat daar een fractie, een splintertje daarvan, deze realiteit is. Mm-hmm. En dat het grootste deel van ons bewustzijn wat nog actief is, zich bevindt in het stuk van in jouw lichaam, in mijn lichaam, in het zogenaamde fysieke gedeelte. Dan is dat ook logisch om te begrijpen dat we dus buiten dit fysieke bewustzijn om ook een non-lokaal bewustzijn hebben. Mm-hmm. Dus als je daaruit ontstijgt, kom je in andere realiteiten terecht die parallel lopen aan deze realiteit. En dat heeft in feite iedereen. Ja. Dus dat is echt ver, dat is een heel ander verhaal dan dat je een beslissing maakt om dat te doen en afscheid neemt van vrienden en ouders. Zo van, ik ga nou een tijdje tijd reizen. Correct. En ik ben er hier even niet. Ja. En je zegt van, ik ben een soort realiteit achter de aarde. Is dat wel een fysieke realiteit? Heb je daar ook een fysiek lichaam? Ja, daar heb je ook gewoon een fysiek lichaam. Dat is wel leuk dat je dat ook gelijk aankaart. Want wij leven natuurlijk met heel veel aannames en hypotheses. Mm-hmm. En ik besef mij terdege dat ik daar een hele grote mede-inspirator ben om nog meer hypotheses naar voren te halen. Ja.
Ik benadruk wel dat ik dat echt altijd maar vanuit eigen ervaring met de mensen deel. Dus het blijft natuurlijk gewoon een hypothese voor de mensen. Ja. Aan de andere kant, waarom ik dit doe, is om de mensen in dat gevoelsfrequentie te laten glijden van zichzelf. Dus niet van mij, maar om verbinding te krijgen met je eigen vermogen. En daardoor kun je ook uit die kaders van wat weg lijkt te zijn, mm-hmm. gevoelens naar boven krijgen. Die, laten we het gewoon buitenaards noemen, interdimensionale gevoelens. Waar heel veel mensen natuurlijk op deze aarde mee te maken hebben. Zou je de vraag nog kunnen herhalen? Ja, of jij ook een fysiek lichaam hebt, zeg maar, waar je vandaan komt bij de toekomst. Ja, we hebben gewoon fysieke lichamen, ik ook. Alleen de lichamen bestaan uit hele andere frequenties. Mm-hmm. Dus wij hebben nu geleerd dat deze fysieke realiteit bestaat uit het, laat ik het maar zo even simpel zeggen, uit een materie, net als de tafel, die is van materie. Mm-hmm. Wat is die materie? Het is een bepaalde frequentie waarop atomen tegen elkaar aantikken. Een bepaalde frequentie waarmee de subatomen tegen elkaar aantikken. En dat nog veel meer dan dat. Alles draait om frequentie. En de ruimte die tussen de subatomen is, dus het ledige op dit moment waar heel veel onderzoek naar wordt gedaan, dat is het verbindende element, het onzichtbare, wat in verbinding staat met ons bewustzijn, wat bepaalt en eigenlijk maakt dat die frequentie van deze realiteit zichtbaar is voor ons bewustzijn waarin wij nu zitten. Mm-hmm. En als we teruggaan naar andere realiteiten, die uit heel verschillende schillen bestaan, zeg maar. Dat zijn ook allemaal realiteiten die op dezelfde technologie functioneren. Alleen, daar is het bewustzijn van de mens anders, of van andere wezens. Het bewustzijn heeft daar een groter vermogen. En doordat het bewustzijn een groter vermogen heeft en daarmee ook anders kan waarnemen, mm-hmm. is die realiteit ook het fysieke stuk, mensen noemen dat vaak de lichtfrequentie, of het astrale of het etherische vlak, mm-hmm. is in feite ook gewoon zichtbaar vanuit die frequentie en daarmee dus ook feitelijk gewoon een fysieke realiteit. Ja, waar je ook gewoon een vader en moeder hebt. Precies. Oké. Okay. Ja. Dus je hebt daar ook gewoon een vader en moeder? Jazeker. Oké. Okay. Ja. En die zijn ook op de hoogte? En dat zijn geen vader en moeder zoals wij dat hier kennen. Hè? Dus wij denken nu op een hele manier zoals wij geleerd hebben te denken. Ja. Stel je voor dat we helemaal niet geleerd zouden hebben hoe we zouden moeten denken. Mm-hmm. Bijvoorbeeld in het westerse economie of in Zuid-Afrika. Maakt helemaal eventjes niks uit. Stel je voor dat je helemaal niet zou weten hoe je zou moeten denken. Dan ga je dus vanuit je gevoel ga je ontwikkelen. Mm-hmm. Wij hebben dus geleerd hoe zaken in elkaar zitten. Dus wij denken op een wijze op die manier die ver afstaat van de oorspronkelijke wijze hoe de mens zou kunnen denken. Maar binnen die kaders van hoe wij denken dat we denken. Mm-hmm. En maar daarmee ook denken dat we begrijpen hoe het in elkaar zit. En ook denken dat we zien wat de realiteit is. Op die wijze is niet de andere realiteit te benaderen. En toch zullen we het wel op die manier dienen te beschrijven. Omdat we de referentiepunten niet in ons dragen. Op dit moment, of tenminste voorhanden, om dat uit te leggen. Dus het is een voortdurende vertaalslag waar we mee te maken hebben. Mm-hmm. En vandaar ook dat ik het leuk vind dat je aan het begin van het interview zegt van, goh, het gaat om het gevoel. Ja. Want je kunt heel veel vragen stellen. En met de antwoorden zullen via het gevoelslichaam binnendringen. Mm-hmm. Okay. En natuurlijk is ons intellect daarin een heel grote sleutel. Ja. Ja. Dus okay. In de thuiswereld, in de oorspronkelijke realiteit, die voor iedereen toegankelijk is, hebben wij allemaal een afkomst. En hebben wij allemaal een voorhistorie. Hebben wij ook voorouders. En dat hoeft niet per se bij alle soorten ras en beschavingen een vader of een moeder te zijn. Oké. Je noemde even je affiniteit met de film The Matrix. Is daar in de toekomst, is dat anders? Hebben we daar geen Matrix meer? Zijn we daar inmiddels uit de Matrix? Of hoe is dat in de, hoe ervaar je dat in over 500.000 jaar? Nou, vooropgesteld dat dat de toekomst waar ik met mijn bewustzijn vandaan kom, met bewustzijn wat ik nu in Martijn mag dragen, is niet een logisch gevolg op deze realiteit waarin wij nu zitten. Dus wij denken dus lineair, wij denken in heden, nu en de toekomst, of verleden, heden en toekomst. Ja. Mm-hmm. Dat klopt natuurlijk ook vanuit ons punt van waarneming. Het is alleen zo dat de toekomst waar ik het nu over heb, een moment is wat niet voortkomt uit deze realiteit waarin wij nu zitten. Dus we maken eigenlijk een soort, we hebben een in elkaar storting meegemaakt van het oorspronkelijke, onsterfelijke vermogen van een ras, waarmee er de tijd gecreëerd eigenlijk is. Ja, de val van het bewustzijn, mm-hmm. wat ook in heel veel geschriften wordt beschreven. Ja. Wat ik er dus nu van heb gehoord, want ik krijg natuurlijk steeds meer feedback van mensen. Ja. Ik heb daar dus nooit iets over gelezen.
door dat in elkaar storten van het bewustzijn, en als we dat nog even vertalen, zou je ook kunnen zeggen, door het in elkaar storten van het heilige geometrische veld van bewustzijn, van de oorspronkelijke rassen waar wij toe behoren, mm-hmm. daardoor is er een soort tijds... het onsterfelijke, het tijdloze is in elkaar, is er een tijdsframe ontstaan. En binnen dat tijdsframe, door die verdichting, is er een tijd gecreëerd. En dat is dit moment waar wij met elkaar zitten. Mm-hmm. En binnen dat moment waarin we nu zitten, ervaren wij dat dus ook gewoon als de realiteit. Ja. En is dat dus ook daadwerkelijk de realiteit? Want we hebben er wel mee te maken. En is het dan ook zo dat... want vanuit lineair gezien is het natuurlijk heel... denk ik, kan ik me voorstellen dat er ook best wel veel gevaren aan zitten aan tijdreizen. Ja, want als de toekomst, die heeft gewoon oorzaak en de toekomst is het gevolg van de oorzaak van nu, zeg maar. Mm-hmm. En als je nu die oorzaak verandert, dan kan de wereld er heel anders uitzien over 500.000 jaar. Ja. Dus kun jij ook, is het ook gevaarlijk om tijd te reizen? Is dat, Nou, in feite, gevaar bestaat überhaupt niet. Het is, iets wordt gevaarlijk op het moment dat je iets doet zonder dat je je gevoel ermee gebruikt. Dus je kunt iets doen vanuit een intellectuele overtuiging. Mm-hmm. Zoals bijvoorbeeld wat er dus in Zwitserland gebeurt. Er zitten wetenschappers bezig met CERN. Ik heb mij daar niet in verdiept, dus ik weet niet in hoeverre die wetenschappers daadwerkelijk bezig zijn met wat wij ervan te horen krijgen. Op het moment dat jij dus niet gevoel en je emotionele bewustzijn mengt in datgene wat waar je denkt dat je mee bezig bent, dan kan het wel gevaar opleveren. Mm-hmm. Maar tijdreizen is een compleet... onderontwikkeld punt nog binnen het menselijk bewustzijn. Het is niet voor niks dat daar heel veel onderzoeken naar zijn gedaan binnen inlichtingendiensten. Mm-hmm. Omdat ze ontdekten dat het tijdreizen niet een bestuurbare factor heeft. En die bestuurbare factor zit hem dus in onszelf. En als je dus wilt gaan tijdreizen, dan is het heel belangrijk om binnen het verhaal waar wij het eigenlijk over hebben, waar ik het dan in specifiek over heb, is dat er verschillende realiteiten zijn van waar wij in opereren, waar wij in zijn. Dus zijn dat ook is een verschillende realiteiten, parallele realiteiten, tijdslijnen? Zijn dat dezelfde dingen? Het valt allemaal in verschillende... Het zijn wel dezelfde onderwerpen. Mm-hmm. Het is wel ook gerelateerd aan elkaar. En er zijn verschillende lagen van tijdsfactoren en eigen bewustzijnswerelden. Zo kun je het ook eigenlijk zeggen. Mm. Het is niet voor niks dat heel veel buitenaardse rassen die hier op de aarde zijn, die het welwillende noem ik ze, die ons ondersteunen in ons bewustzijn, niet ingrijpen in onze tijdslijn. Dus niet massaal bepaalde zaken komen doen. Ja. Wat natuurlijk heel fijn zou zijn als we op een gegeven moment technologie aan de mensen komen aanreiken, hoe wij kunnen stoppen met kerncentrales en allerlei andere zaken die gevolgen kunnen hebben, waarvan we allemaal inmiddels weten wat die gevolgen zijn. Ja. Waarom doen ze dat niet? Omdat zij uit andere tijdslijnen, uit andere universa komen. Dus ze komen wel in ons bewustzijn, komen wel hier bij ons binnen, maar ze grijpen niet in deze tijdslijn waarin wij zitten. En dat heeft alles te maken met de realiteit. Ons hele universum eigenlijk een holografische afspiegeling is van een veel groter bewustzijn van onszelf. Dus op het moment dat wij dus denken van dat tijd te maken heeft en reizen, dat we daarmee dus iets kunnen veranderen wat er in de toekomst daardoor niet meer plaatsvindt. Want dat is eigenlijk een beetje wat je vraagt, of het niet gevaarlijk is dat we hier iets kunnen doen waardoor er misschien iets verandert in de toekomst, of dat er in de toekomst iets verandert waardoor dit niet plaatsvindt. Nou, kijk, en vanuit mijn perspectief, ik weet nog niet wat er in de toekomst plaatsvindt, dus dat maakt allemaal niet uit. Maar als jij vanuit de toekomst komt en je hebt inderdaad, maar goed, dat is ook met een oudersverhaal bijvoorbeeld. Mm. Je hebt bijvoorbeeld twee ouders en die komen uit een bepaalde lijn voort. Ja. En jij maakt nu een beïnvloeding dat die lijn anders wordt. Dat meisje X en meneer Y elkaar niet ontmoeten. Ja, dan gaat dat natuurlijk heel anders. Klopt, ja, dan gaat het heel anders. En in dit voorbeeld wat jij schetst, mm-hmm. daar hebben we natuurlijk ook mee te maken in deze werkelijkheid. Gaan we er dus vanuit dat wij een onderdeel zijn van dat we een onderdeel zijn van de realiteit die om ons heen afspeelt. En dat het met elkaar te maken heeft. In wezen, wat er werkelijk aan de hand is, is dat de hele realiteit die wij als collectieve beschaving op zich ervaren, dat dat een insertie is in een deel van ons grotere bewustzijn. Een insertie. Dus dus een invoeging. Ja. Dus deze realiteit is een heel klein stukje onderdeel van een veel grotere werkelijkheid. Dus deze realiteit speelt zich dus daadwerkelijk af. Alleen is het zo dat in deze realiteit geen invloed uitgeoefend kan worden op die grotere tijdslijn waar we eigenlijk allemaal vandaan komen. En dus is dat de matrix? De matrix is ons bewustzijn, ja. Ja. Dus maar die insertie dat in ons bewustzijn, zeg maar, mm-hmm. is dat de controle of de afsplitsing van het geheel? Ja, ja, dat klopt, ja. En dat moment dat staat in feite stil, tijdsloos, alleen het speelt zich in onze realiteit af.
Dat is best een heel verhaal om daar heel goed op in te gaan. Mm-hmm. Als ik dat een beetje in de breedte mag trekken, en die vrijheid neem ik in dit heel geval graag. Gewoon. Ja. We hebben twee verschillende realiteiten. Buitenaards contact, interdimensionale realiteiten. Wereldwijd bekend dat wij bezocht worden door wezens uit andere realiteiten. Ja. Dat de aarde bezocht wordt door verschillende groepen. En dat deze groepen of samenwerkingen hebben met elkaar, of samenwerkingen hebben met krachten achter de schermen die de wereld domineren. Wat veel mensen een heel vervelend lastig onderwerp vinden, omdat dat binnen het spirituele proces vaak wordt ontkend. En toch is het er gewoon, en laten we nou eens gewoon aannemen of dat... Als het al erkend wordt, is het vaak alleen nog maar de positieve kant. Juist, alleen de positieve kant. Ja. Laten we nu gewoon zo moedig zijn dat we aannemen dat we als mensheid, als collectieve beschaving, in een situatie zitten waar wij, doordat wij er niet naar durven te kijken, doordat wij bepaalde zaken ontkennen, en het veel fijner vinden om alleen naar de mooie verhalen te kijken, dat we daardoor onszelf de kans ontnemen, mm-hmm, letterlijk, om in het potentieel terug te keren waar wij vandaan komen. En als dat dus zo zou zijn, stel dat die aanname, dat je dat als luisteraar of luisteraarster durft aan te nemen, dan is dat heel goed verklaarbaar waarom er op deze wereld zo'n hetze gevoerd wordt tegen het menselijk bewustzijn in emotioneel zin. Want deze wezens die ons hier komen ondersteunen, die in feite welwillende allianties zijn, die mengen zich niet in ons bewustzijn vanwege het feit dat zij begrijpen hoe ons bewustzijn in elkaar zit. En dat is fase 1. En fase 2 is dat er een grote realiteit daarbuiten is. Waar wij nu mee te maken hebben op dit moment op de aarde, is dat we in een systeem zitten wat ver afstaat van het welzijn van de mens. Mm-hmm. En dat vind ik een van de allerbelangrijkste punten. En dat heb ik ook op mijn website staan, dat ik in feite ben gekomen om inspirerend te werken, motiverend te werken, om te kijken van hoe kunnen wij met elkaar, zonder dat we verzanden in allerlei verstrikkingen en mitsen en maren en tegenspraak en tweespalt, dat wij dus zoveel moed en lef durven te tonen, hoe kunnen wij deze realiteit waarin we nu leven, hoe kunnen we die dus openen vanuit ons, zonder dat we op de barricade hoeven te gaan staan, dat we een andere koers ingaan. Want als we dat overslaan, en we hebben het alleen maar over buitenaards contact en hoe dat exact in elkaar zit, dan willen wij heel snel naar de verklaring toe. Mm-hmm. Terwijl wij letterlijk, we zitten hier met z'n tweeën op een hele plezierige manier aan deze tafel, terwijl we hier met z'n tweeën zitten, er op deze aarde dus allerlei hele belangrijke thema's aan de gang zijn, die alles, maar ook werkelijk alles weer gaan bepalen voor de aankomende 20 jaar. Ja. En op het moment dat wij dat van ons afhouden en eigenlijk zeggen van ja, het is voldoende om alleen maar liefde uit te zenden. Tuurlijk, liefde, het is ontzettend belangrijk. Maar op het moment dat we dus niet bereidwillig zijn om te kijken wat liefde inhoudt en hoe ons kadersysteem werkt en hoe wij dus klassificeren van wat is angst en wat is liefde, door alleen liefde te prediken, ontkennen we dus een heel belangrijk punt. En willen wij deze wereld in een andere koers brengen, willen wij dus werkelijk dat degenen die aan de knoppen staan op dit moment en de koers uitstippelen voor de mensheid, dat deze mensen vervangen worden in feite, doordat wij zelf wakker worden en ons vermogen weer aangaan zetten om invloed te krijgen op deze realiteit, dat deze realiteit in feite weer een product wordt van wie wij zijn, mm-hmm, in plaats van dat wij ondergeschikt zijn aan die realiteit, dan zullen we dus eerst in deze realiteit, waar we nu mee te maken hebben, in deze tijdslijn waarin ik ook leef, waar ook ik mijn belastingen moet betalen, zullen we in deze realiteit eerst tot een bepaalde samenwerking mogen komen. Mm-hmm. En binnen die realiteit hebben we te maken met een buitenaards scenario die zijn weerga niet kent. Mm-hmm. Waarin heel veel verschillende onderwerpen de revue passeren, oudheden voorbij komen, daar we ook allemaal verklaringen aan proberen te plakken op basis van onderzoeken. En toch laten we het nou gewoon eens aannemen dat het allemaal gewoon een onderdeel is van een hele grote realiteit. Ook al zitten daar contradicties in. En laten we eerst eens kijken wat wij als mensen als potentieel vermogen in ons dragen om invloed te krijgen op wat er dus voor ons besloten wordt. En dat is een van de belangrijkste onderwerpen die de buitenaardse allianties aan ons komen geven. Om terug te keren in ons bewustzijn, in onze autoriteit en onze bevoegdheid om invloed te hebben. Nou, en hoe we dat kunnen doen, nou, daar komen vast nog veel extra gesprekken voor over. Ja, maar dat is dus een van de speerpunten waar we op dit moment voor staan. Okay. Ja, en daarmee wil ik je niet de mogelijkheid ontnemen om over die rest te spreken, want dat is natuurlijk heel belangrijk. Ja, maar we mogen wel als eerste realiseren dat dat het allerbelangrijkste is. En dat de kinderen niet denken op school dat bloemkolen in de fabrieken worden gemaakt, maar dat die dus groeien uit een zaadje op de grond. Ja. En dat dat het liefst ook nog een zaadje is, die dus niet hybride F1 is, maar daadwerkelijk een zaadje is die van oorspronkelijk biologisch is en alle oorspronkelijke codes in zich draagt, waar hoe een bloemkool eruit hoort te zien. En dat de zaadjes uit die bloemkoolplant ook weer opnieuw in de grond gezet kunnen worden. Ja. Wat heeft dit te maken met buitenaards contact? Alles, want het gaat in feite om een paradigmaverschuiving van het menselijk bewustzijn. Dus ja, dat ik die lezingenserie ben gestart, heeft in feite ook te maken puur om met dit gesprek, om met elkaar
tot een bepaalde synchroniciteit te kunnen komen. Mm-hmm. En hoe ver zijn we daarin volgens jou, als je dat zou moeten zien? Ik bedoel, als je de matrix of de machthebbers ziet wat die allemaal uit de kast trekken op dit moment en in welk tempo dat gaat. En daar zien we natuurlijk op Earth Matters dagelijks van alles over langskomen en op allerlei andere onafhankelijk nieuws sites ook. En ik kan me voorstellen dat mensen, en dat maakt natuurlijk ook mee, dat horen we ook van mensen, dat mensen daar echt niet vrolijk van worden. Mm-hmm. En toch voel ik bij jou heel veel vreugde. Mm-hmm. Dus wat maakt dat jij hoopvol bent en hoe ver zijn we dan in dat proces? Er zijn verschillende redenen waarom ik heel hoopvol ben. Eén daarvan is, en dat vind ik wel een heel belangrijke, is dat wij dus daadwerkelijk onsterfelijk zijn. Dat we nergens hoeven te vrezen en ook al zouden wij vanmiddag ter plekke ons lichaam verlaten, dat wij weten dat dat een moment is waarin er niets verloren gaat en dat alles wat we tot nu toe hebben gedaan er verschrikkelijk veel toe doet. Dat het een bijdrage is om deze wereld terug te brengen in een harmonieuze situatie. Onze persoonlijke punten maken het voor ons lastig, dat je bijvoorbeeld je familie achterlaat en daar zitten verklevingen aan. Mm-hmm. En op basis van die referentiekaders worden ook de spirituele mensen nog steeds vastgehouden in het los durven laten van gevoelens die wij nog niet helemaal goed begrijpen. Dat is één, daarom ben ik ook gewoon vreugdevol om te weten dat er dus zoveel te doen is en dat we ontelbaar veel mogelijkheden en kansen hebben. Wij zijn ongelimiteerde wezens en we willen graag tot voor ons 80ste eigenlijk al het genot uit het leven halen. Het is helemaal niet zo belangrijk. Veel belangrijker is dat het moment waarin je nu zit, dat je dat leeft naar je passie. Dat je je vandaag goed voelt. En als daar een frictie is in jezelf, dan zul je daarna dienen te kijken om jezelf te bevrijden. Nou, daar ben ik gewoon heel hoopvol en vreugdevol over. En waar ik ook heel vreugdevol over ben, is omdat door te zien dat door de onwetendheid van de mensen, bijvoorbeeld politieke modellen, dat er besluiten worden genomen waar mensen echt ontmoedigd door raken, dat in feite alleen maar bestaat bij de gratie van de onwetendheid van die politieke leiders. Er zitten politieke leiders die heel goed op de hoogte zijn van inlichtingenprogramma's die gaande zijn, hoe mensen, massa's worden gedomineerd door programma's en onderdrukkingen. Dat we dus maar moeten blijven in het gareel moeten blijven lopen als een kudde, zeg maar, mm-hmm. zonder dat we bewust worden dat wij in feite zoveel invloed hebben. Ik wil het woord macht niet gebruiken. Maar je zou het ook om kunnen zetten in macht ten gunste van de bevrijding van het menselijk bewustzijn. En die mensen die dus onwetend zijn, dat geeft mij dus heel veel vreugde. Dat klinkt een beetje vreemd, maar waarom geeft mij dat veel vreugde? Omdat er dus kansen liggen om mensen te informeren. Laten we nou eens gewoon zeggen dat het informeren van bepaalde zaken, dat gewoon heel veel in beweging zet. Mm-hmm. En de politiek wordt niet meer bedreven zoals dat ooit vroeger is geweest. Die wordt gedomineerd en geïnstrueerd door de bankenkartels, maar eigenlijk door de centrale banken. Ja, dus de economie wordt bepaald, wordt eigenlijk door chantage bepaald, dat we moeten een bepaalde route uit, moeten ons voldoen en committeren aan een economisch model om vervolgens rente laag te houden op staatsleningen en dat soort zaken. Mm-hmm. Daar ga ik maar niet helemaal te veel over uitweiden, maar het model op zich geeft aan dat er zoveel onwetendheid en naïviteit is. Mm-hmm. En dat hoeven we de mensen ook niet kwalijk te nemen. Het is aan ons om daar op een andere manier mee om te gaan. Ja. En er zijn heel veel verschillende manieren. En dat geeft mij heel veel vreugde en hoop. En ook veel kracht. Want we kunnen wel de hele dag mediteren. En ook ik mediteer. En het is niet zaligmakend. Er zal ook een stukje actie in deze realiteit nodig zijn. Mm. En de mens is heel erg geneigd om in blokjes te denken. Dus of ik kies daarvoor, of ik kies daarvoor. Waar ben ik goed in? Moet ik nou dit doen? Of moet ik nou dat doen? En het is, als we dat allemaal loslaten en we zien ons vrije wezens, dan is het dus mogelijk om je in elk facet van het leven te begeven. En ook het recht te hebben en ook te mogen nemen om daar je invloed in te laten gelden. Ja. Dus ik roep iedereen op om daar het hart helemaal voor open te zetten. Ja, mooi. Mooi dat jij zo hoopvol bent. Ja. En ik voel dat zelf ook. En er is zoveel potentie. En ondanks dat ik ook zie dat er in groot geweld van alles over ons uit wordt gestort, ja, is dat toch wat gevoelsmatig overeind blijft. Heel mooi dat jij dat ook zo voelt. Even kijken. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de onderwerpen op dit moment wat er op de aarde plaatsvindt, de verdrukking in de verschillende economische modellen, is in feite gebaseerd op wat wij ervan denken te zien. En daar wordt ook gebruik en misbruik van gemaakt. Want als je achter de schermen gaat kijken van wie die economische modellen beheert en ook bestuurt,
dan zie je dat daar eigenlijk een syndicaat achter hangt, wat zo goed georganiseerd is. En dat syndicaat heeft helemaal niets, geen voorkeur over een bepaald land. Het boeit dat syndicaat bijvoorbeeld helemaal niet dat Nederland en Frankrijk er bijvoorbeeld heel goed voor zouden moeten staan in een economische situatie. Ze zouden dat model zo daar weghalen en zouden het zo op India kunnen plakken. Het gaat om de tekorten die er worden gemaakt in het menselijk bewustzijn. Okay. Dus ja, er zitten nog heel veel verschillende lagen daarin te bespreken. Ja. En, het is natuurlijk heel verleidelijk om jou te vragen wat je daarin voor je ziet voor in de toekomst. Maar eigenlijk heb ik nog wel een vraag over het voorspellen zelf. Wat de waarde is van voorspellen eigenlijk. Er zijn natuurlijk er zijn altijd voorspellingen geweest en veel uitgekomen, nog veel meer niet. Als er voorspeld kan worden, dan draagt dat iets in zich dat er geen vrije wil zou zijn. Mm-hmm. Want we zijn allemaal vrije wezens en we kunnen nu X of Y kiezen. En als de toekomst eigenlijk al vaststaat, dan betekent dat ik al X of Y heb gekozen. Mm-hmm. Dus hoe kun jij iets zeggen, zeg maar, over een toekomst, economisch bijvoorbeeld, wat je voor je ziet? En hoe verhoudt zich dat tot de vrije wil die we hebben? Ja, dat is een leuke vraag, een hele interessante vraag. Je hoort dat ik even stilval, want ik zit dan even in een bandbreedte te kijken en in te voelen van hoe ik dat vertaal. Mm-hmm. We hebben vrije keus. En in de situatie waarin we nu zitten, is die vrije keus redelijk beperkt. Dus dat is ook een beetje het model wat ik hier nu niet kan laten zien, want dat heb ik niet bij me. Maar ons oorspronkelijk vermogen, de mensheid van oorsprong, en ook de wezens die ons bezoeken van oorsprong, hebben altijd in een vrije keus geleefd. Mm-hmm. En die vrije keus die is op een bepaald moment geënterd, die is geïnvaseerd. En binnen dat model, binnen die invasie, is er een model binnengedrongen. Die is eigenlijk voor ons in een soort realiteit is die geuit op basis van ons eigen vermogen. Dus dat is het meest interessante zelfs. Ja. Dat binnen dat vermogen, of binnen die realiteit waarin wij nu zitten, dat er een strikt dominerende hiërarchie is. En dat is iets waar veel mensen bij mij wel eens op uitglijden. Dat ze zeggen, dat kan niet. Want nu ga je iets vertellen wat compleet een contradictie is ten opzichte van wat ik heb ervaren. Ja. En dan kan ik meegaan met die mensen, omdat ook ik die realiteit heb ervaren. Ik heb alleen iets verder mogen meekijken in het bewuste stuk waarin we nu zitten. En wat ik heb gezien, en dat is niet gewoon iets eventjes snel gezien, maar dat heb ik heel uitvoerig onderzocht, is dat de mensheid in een voortdurend model zich begeeft, in een momentum van tijd wat afgedekt wordt door onze persoonlijkheid, waardoor wij iets ervaren vanuit onze persoonlijkheid en het ook op die manier proberen te klassificeren, in een model waarin dus ons leven in een voortdurende cyclus zit van prikkels van buitenaf die maken hoe onze toekomst eruit ziet. Waar wij dus niet een directe invloed op hebben. Mm-hmm. En dat klinkt aan de ene kant heel griezelig, maar dat is het helemaal niet. Want als je daar uit dat model gaat stappen, dan ga je zien dat dit een insertie is in een veel groter deel van ons bewustzijn. En daar zit onze vrije wil. Dus de mensheid zit, zeg maar, zoals ze het in het Engels zo mooi zeggen, in prison of the mind. Er zijn dus ook gelaagde realiteiten omheen gezet door verschillende groeperingen en rassen. Die ons bewustzijn ontoegankelijker hebben gemaakt voor welwillende wezens uit die dimensie. En het is precies die reden dat door de reactiepatroon van ons, de conditioneringen, ons stukje bewustzijn wat we nog hebben, in een frequentie hebben gebracht van ontoegankelijkheid en onbereidwilligheid. Want zolang wij dus in het verhaal willen blijven geloven, waarvan wij in origine ook voelen van oorspronkelijkheid, dit is wie wij zijn. Mm-hmm. Maar we zien het niet in een grotere context, maar plakken het alleen in het stukje waar we nu zitten. Dan willen wij een model in dit stuk naar voren halen en roepen van dit is wie we zijn. Maar in feite spreken we dus hoe we ooit zijn geweest. We hebben nu even met een model te maken waarin wij letterlijk gedomineerd worden door onze persoonlijke frequentiestukken. En ik kom het tegen binnen de bewuste wereld, mensen die heel ver zijn met hun bewustzijn, dat ze compleet vast kunnen lopen op het idee dat er dus een niet-menselijk concept ligt. En als je dat nog verder durft uit te diepen, is dat dus van origine echt wel een menselijk concept. Maar van ons punt waar we nu zijn, kun je dat dan eventjes een buitenaards concept ligt. Mm-hmm. Waarin ons vermogen hoe wij dingen, zaken kunnen waarnemen en ervaren, niet meer in de juiste context kunnen plaatsen. Okay. Dus het zit heel slim in elkaar. En ik hoop dat de kijkers nog steeds geboeid zijn, omdat het natuurlijk wat dat betreft nog steeds een onderwerp is wat heel veel aanraakt en prikkelt, maar ook heel veel vragen oproept. Ja. Nou, laten we zeggen dat het daarom gaat. Om vragen in onszelf op te laten borrelen. Daar zijn we goed bezig. Ja. Oké. Okay. Ja,
Oké. Okay. Want als we zo, zeg maar, gedomineerd worden en dat het niet meer oorspronkelijk is, en wat kunnen we dan doen, zeg maar, om toch, ja, bij die oorsprong te komen? En dat toch dat elke keer naar boven komt, zeg maar. Zijn er speciale dingen voor die je kunt zeggen van, nou, als je dat of dat doet, dan kun je toch dichter bij die oorsprong komen? Ja, die zijn er. En het meest belangrijke daarin is dat, kijk, het systeem hoe wij op dit moment in een gedomineerde controlelaag zitten, waarin wij dus wel degelijk spirituele wezens zijn en met heel veel intentie en liefde en kracht vooral, want dat is waar het om gaat, met veel kracht expressie kunnen brengen aan deze realiteit, wordt in feite op een hele slimme manier bestuurd. Dus we hebben heel snel een snelle neiging dat wij heel snel willen naar het punt hoe we daaruit kunnen komen. Zo eenvoudig is het wel, en zo eenvoudig is het niet om het 1, 2, 3 te verzetten, want het model waarin we nu zitten draagt de sleutels in zich. Dus het voorbeeld wat ik net eigenlijk noemde over die bloemkool met die kinderen, is een te simpel voorbeeld en dat is toch de basis. Dus op het moment dat wij gaan begrijpen dat deze realiteit waarin we nu zitten eigenlijk ingenomen is en bestuurd wordt door een interdimensionaal ras, die dus achter het zichtbare spectrum opereert, en letterlijk een systeem hier heeft binnengebracht, waardoor het menselijk bewustzijn wat hier is, in een compleet andere structuur is gebracht, zullen wij dus eerst dienen te beseffen dat als wij naar een grotere oorspronkelijke realiteit willen, dat wij deze aarde in het bewustzijn dienen te bevrijden. En dat begint heel sterk in het bekijken van de mogelijkheid en het aannemen. En dat hoeft echt niet zoals ik dat zeg, want wat ik vertel is mijn verhaal en mijn ervaringen. Als je dat op een totaal andere manier ziet, is dat helemaal oké. Okay. Maar dat je dat gaat onderzoeken en dat je dus daar ook actie in onderneemt. Het bevrijden van het bewustzijn waarin we nu zitten, dat is zeg maar de achtste laag die in feite geïnvaseerd is, dat is het emotionele bewustzijn van de mensheid. Daar zitten dus de sleutels in om naar een grotere stuk te gaan. En ik merk het dat de mensen die dus daar vrij van durven te komen, ook echt in een heel groot potentieel van het leven terecht kunnen komen. Okay. Dus dat is eigenlijk niet uit de matrix gaan, maar het hier volledig in eigendom nemen. Ja, het allerbelangrijkste is dat inderdaad, Arjan, en daaraan gekoppeld zit dus ook onze gemoedstoestanden. Ja, want ik noemde het al even, het stuk emotioneel bewustzijn. Ja. De liefde en de ondersteuning die wij ondervinden van heel veel buitenaardse soorten en interdimensionale rassen, ook rassen die op de aarde wonen in een andere frequentie, dus gewoon aardse rassen, die wij dan klassificeren als buitenaards. Het zijn gewoon medereizigers in het universum en wij zijn medereizigers van hen. Vraag ons eigenlijk ook van, goh, ga eens kijken naar dat stuk bewustzijn waar je je in bevindt. En waar is dat op gebaseerd? En we weten allemaal dat we onze realiteit opbouwen op basis van onze opvoeding. Dus de conditioneringen, wat je meemaakt als mens. En onze gevoelens die wij in ons dragen, die zijn alles en dan ook werkelijk alles bepalend om vrij te komen in het grotere potentieel. Dus als wij daaraan willen denken te ontsnappen kunnen, dat we zeggen, nou nee, ik ben dus al helemaal vrij van dit en dat. Ik heb dat helemaal doorleefd. Nu ga ik verder met het grotere geheel. Dan zijn er altijd nog zaken die je tegenkomt in je persoonlijkheid. En het slimme is dat in feite de persoonlijkheid een maskering is van ons bewustzijn als wezen. Dus er speelt heel veel mee in deze realiteit. Oké. En kun je dan, en dat gevoel is heel belangrijk. Ik heb wel, David Icke die spreekt bijvoorbeeld over psychopathie en buitenaardse en de afwezigheid van empathie. Zou je kunnen zeggen dat de wat minder mensvriendelijke ET's of buitenaardse wezens of mensen, medereizigers, offworlders, dat die dat gevoel niet hebben aangesloten en dat de meer ons welgezinde buitenaardse wel dat gevoel hebben aangesloten of op de juiste manier gebruiken? Of zou je dat in grofweg zo kunnen zien? Ja, zo kun je dat inderdaad zien. Ja, ik kan daar heel kort ja op antwoorden. Dat is ook zo. Kijk, als je spreekt over empathie, het empathische vermogen, dat is ook natuurlijk iets wat wij zo hebben geclassificeerd. Wat er dus ook daadwerkelijk is. Ja. De vraag is ook van wat is liefde en wat is angst?
En zijn het alleen die twee begrippen die er zijn? Of hebben wij dat ervan gemaakt op basis van ons beperkte vermogen om op dit moment te kunnen begrijpen, met ons hoofd en ons hart, wat die gevoelens daadwerkelijk vertegenwoordigen? En is angst daadwerkelijk angst? Of is het op dat moment een stukje ontbrekende informatie in ons emotionele database, waar we dus door reden X niet bij kunnen komen, waardoor er een persoonlijke ervaring uit dit leven, waar een gevoel bij is ontstaan, wordt gekoppeld aan een moment waarin informatie ontbreekt. Mm-hmm. En het is precies dat mechanisme wat de niet-empathische wezens in feite ook inzetten tegen ons. En als we daar dus nog iets verder in gaan kijken, kun je zeggen dat als je het woord liefde van het gevoel liefde afhaalt, en je haalt angst van het gevoel angst, en je gaat kijken naar de kern van de kracht in feite van die twee emoties, dan is dat schepping. Alleen wij hebben dat in twee krachten opgedeeld. Dus mensen kunnen enorm blijven haken achter angst. Mm-hmm. En daardoor ook zeggen, nou daar wil ik niet meer heen. Het is een heel onprettig gevoel. Ja. Wil ik niks mee te maken hebben. Ik ga alleen voor de liefde. Mm-hmm. Ik heb met heel veel Syrische mensen hier uitvoerig over gesproken. En zij geven ons ook aan, zodra de mensheid bereid is om buiten de kaders van angst en liefde te kunnen kijken, oftewel het potentiële nulveld durft te bereiken, het neutrale veld waarin kracht alleen maar is, kracht, puur kracht, scheppingskracht, buiten de ervaringen die ons hebben gemaakt wat liefde en angst betekent, op dat moment wordt alles wat ons afhoudt van kracht, wordt opgelost. Mm-hmm. Het is namelijk zo dat die empathische of de niet-empathische wezens niets anders doen, is in ons morfogenetisch veld lijnen ze aan. Ze breken in feite ongevraagd, en dat is logisch omdat zij de meesters zijn van deze matrix op dit moment, breken ze in op ons morfogenetisch bewustzijn. Ze pluggen in op het stukje nog niet doorleefde energie, kracht, wat wij geclassificeerd hebben als angst, die energie die benutten ze en die gebruiken ze tegen ons. Mm. Dus op het moment dat wij bang zijn voor andere wezens, geven wij hen die kracht doordat het bij ons niet is opgeruimd. En hetzelfde geldt ook voor liefde. Dus wij willen heel graag met liefde werken. Mm. Dat is ook een heel belangrijke tool. Maar de kracht waar je daadwerkelijk mee werkt, met liefde, is de onuitputtelijke scheppingskracht wat wij in ons dragen, wie wij zijn. Ja. Dus het is een buitengewoon interessant iets. En hier snijden we echt het hoofdonderwerp en het hoofdthema aan. Mm-hmm. Dit is waar het om gaat. Hiermee komen we direct in de kern van het hele verhaal. Oké. Het klinkt heel erg ook als in de leer van de non-dualiteit, de Advaita Vedanta, om de dualiteit te ontstijgen en in een neutrale veld te komen. Mm-hmm. Je hebt gezegd dat je niet zoveel hebt gelezen. Nee. Kun je daar, weet je daar iets van? Is dat in die hoek? Of? Ik kan het vergelijken aan de hand van en vertellen wat de gesprekken die ik daarover heb. En ook de informatie die ik gewoon in mijzelf heb meegenomen naar de aarde. Mm-hmm. Begin ik even in de kindertijd. Ik kon als kind niet begrijpen. En nu inmiddels begrijp ik hoe dat werkt op de aarde. Maar ik heb als kind heel veel moeite gehad om te gaan begrijpen hoe het komt dat mensen iets anders zeggen als wat ze bedoelen. Mm-hmm. Bewust, dus liegen. Ja. Dus de waarheid verdraaien. Ik kon niet begrijpen dat als ik op televisie naar de NOS kijk, en het is helemaal niet een sneer naar de NOS, want daar gaat het niet om, maar als ik naar het nieuws kijk, dat ik mensen iets zag vertellen, leiders, en dat vertel ik ook in mijn lezingen, dat ik dus zag als kind aan energie kon zien, kon mm-hmm. lezen, van die persoon die zegt dit, maar hij is met iets heel anders bezig. Mm-hmm. En dat stukje, dus iets zeggen en iets totaal anders eigenlijk werkelijk doen, dat is een stuk waardoor je dus dualiteit creëert. In feite komt dat wezen op zich in een spagaat terecht. Ik heb gesprekken gehad met Pleiadische mensen. En deze mensen zeggen ook van de dualiteit zoals jullie dat op dit moment ervaren. Want dat is het, hè, want we mm-hmm. ervaren het op de manier zoals wij het nu ook daadwerkelijk ervaren. Het zegt helemaal niks over dat het dus ook werkelijk zo is zoals wij het nu meemaken. Mm-hmm. Wat zij zeggen is, op het moment dat je dus begrijpt dat die twee tegenovergestelde krachten, liefde en angst in dit geval, dat die dualiteit, laat ik maar even dualiteit noemen, dat die dualiteit niets anders is dan een klassificatiemodel van jullie zelf. En dat je dat ook kunt gaan benutten om elkaar te bekrachtigen. Mm-hmm. Dus niet in de strijd terechtkomen aan bekrachtiging. Dan ga je ontdekken dat dualiteit niets anders is dan een bekrachtigingsmiddel. Okay. Maar de wijze waarop wij het op dit moment gebruiken, en laten we gewoon onszelf daarin vergeven als collectieve beschaving. Het is allemaal onderdrukking of vrijheid waarin wij het neerzetten. En ook ik spreek daar in die termen. Ja. Hè? Omdat het op dit moment wel zo werkt. Dus dualiteit is in feite een... ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, bij andere rassen is geen dualiteit. Daar is niets meer aan de hand, alles is er opgelost en liefde. Nou, ik kan daarin meekomen binnen het stuk bewustzijn van die rassen.
die functioneren anders, hebben een ander vermogen dan wat wij op dit moment tot onze beschikking hebben. Maar er is wel degelijk dualiteit in die context. Want de ellende die we hier op aarde hebben en ook de grote, prachtige, mooie evenementen, maar de verstrikkingen waar de aarde nu in zit, dat is in het hele universum gaande. Dus het is een voortdurende galactische oorlog, zo kun je dat rustig zeggen, die gestoeld is op ons bewustzijn. En dit is heel belangrijk. Ja. Wij zijn de sleutels in het oplossen, in het rechttrekken van wat er universeel gaande is. De aardse mens is daar een leidende indicator in. En hoe kan dat dan? Want en het is natuurlijk hartstikke leuk om te horen dat we... En ergens voel ik ook wel... ik kan nog niet goed... Ik durf nog niet zeg maar te zeggen van dat ik weet dat dat zo is. Of dat ik voel dat dat waar is. Of dat ik wil dat dat waar is. Want het is natuurlijk ook heel prettig om jezelf of ons ras te zeggen van nou, wij zijn zo belangrijk, echt het hele universum kijkt naar ons. En, en dat is natuurlijk wel wat je uit de diverse getuigenverslagen hoort van mensen die met buitenaardse wezens in contact staan. Jij spreekt daar zelf ook op die manier over. Hoe kan het nou dat wij eigenlijk met 1% aangesloten bewustzijn, dus eigenlijk volstrekte imbecile als een kippen zonder kop rondlopen, en dat wij zo'n centrale, belangrijke rol in het bewustzijn van het hele universum, multiversum, in beslag nemen? Ja, dat komt omdat het universum wat wij op dit moment zien als het universum een onderdeel is van onze realiteit, dus van ons bewustzijn. Mm-hmm. Dus alles wat er in het universum plaatsvindt, dus ook bij andere rassen, alle sterrenstelsels, alle planetaire realiteiten, is allemaal een onderdeel van ons bewustzijn. En op het moment dat deze wezens die uit die realiteit komen, ontdekten dat ze in feite een onderdeel zijn van ons bewustzijn, gekoppeld en gelinkt zitten aan ons bewustzijn, dat moesten ze ook eerst uitzoeken en hebben ze ook ontdekt. Pas op dat moment werd duidelijk hoe belangrijk het stuk universum is wat er op dit moment gezien wordt. En hiermee valt het bijna niet meer te benaderen van het menselijk bewustzijn, of zoals wij dus denken. Dat bepaalt, en dat heeft ook gezorgd, dat de mensen op dit moment niet massaal bezocht worden op de wijze zoals we het heel logisch zouden achten. Mm-hmm. Want op het moment dat hier grote landingen zouden plaatsvinden, mega grote ruimteschepen zouden landen en prachtige mooie wezens op de aarde neerstrijken, dan vindt er dus een invasie plaats in het stuk bewustzijn waarin wij nu zitten. Dus wij worden radicaal geüpgrade, denken we. Mm-hmm. Maar wat er gebeurt is tegenovergesteld, omdat zij dus ons morfogenetisch veld enteren. Okay. Vandaar ook dat die twee lagen van bewustzijn heel niet eventjes in een uurtijd zomaar zijn uit te leggen. En vandaar ook dat het heel belangrijk is dat we buiten, dus met onze voeten op de grond blijven staan, terwijl het een heel groot zweefverhaal eigenlijk lijkt, dat we dus beseffen dat alle sleutels in ons zitten en in onze realiteit. Dus op het moment dat wij de aarde terug gaan nemen, zogezegd, in ons bewustzijn, dat wij dus als collectieve beschaving de moed opbrengen om weer autoriteit terug te halen via allerlei verschillende modellen die daar beschikbaar voor zijn, kunnen wij deze planeet helen, kunnen wij het bewustzijn van de planeet helen en kunnen ook de mensen terugkeren uit de tekorten door een herverdelingsmechanisme en kunnen mensen weer terugkeren in het geluk. En op het moment dat de mensen uit de tekorten komen, uit drama's en trauma, dus in vrijheid, dat je gewoon de wereld kunt omreizen omdat jij voelt dat je graag met je kinderen gewoon in een prachtig land wil, om die kinderen daar kennis te laten maken met die prachtige mooie planeet, als al die zaken weer beschikbaar zijn, dat we terugkeren in de vrijheid, dan gebeurt er iets in ons emotionele bewustzijn waardoor wij weer informatie krijgen. En dat wordt dus letterlijk door angst wordt dat afgedekt. En dan kun je heel lang onderzoek naar doen. En als je dat potentieel in jezelf in feite niet aan durft te snijden, dan blijf je daar op een gegeven moment achter hangen. Oké. Ja. Ik heb nog een paar praktische vraagjes die ik je ook graag zou willen stellen. Twee, toch heel duidelijk nog over psychopathie. We hebben bij One Heart Jan Storms gehad, iets van 2 jaar geleden. En die gaf daar voor mij een hele indrukwekkende lezing over. Die zei eigenlijk van psychopathie. Hij zegt, we hebben hier al moeite om het bewustzijn te beschrijven. Dus, en psychopathie is eigenlijk de afwezigheid van bewustzijn. Dus daar weten we helemaal van toeten of blazen. En, maar die zei dat er gewoon... dat de afwezigheid van empathie in wezens bestaat. En dat en daar heeft hij ook heel veel in meegemaakt. Heel veel onderzoek naar gedaan vanuit allerlei richtingen. En die zei van, goh... Het is heel belangrijk om te erkennen dat dat er is. Mm-hmm. En wij zijn in de spirituele en alternatieve hoek natuurlijk heel erg van de verbinding. Dat we overal verbinding mee willen maken.
Maar na zijn lezing had ik zoiets van, nou, dat weet ik nog niet of ik daar wel verbinding mee wil. Mm-hmm. En dat je denkt van, god, er is gewoon een afwezigheid van bewustzijn. Het is gewoon eigenlijk continu destructief of parasitair. Mm-hmm. En uit zelfbescherming kun je dan beter het contact gewoon helemaal afsluiten. En dus dat heb ik ook gewoon letterlijk een aantal keren heel fysiek moeten zeggen in contact met mensen. Dat ik gewoon voelde van, ja, dit is gewoon toch niet lekker. Dus dan, en dan dat indachtig dacht ik van, nou, ik moet mezelf gewoon beschermen. Hoe zie jij dat? Dat de afwezigheid van bewustzijn en verbinding en bescherming, zeg maar. Hoe acteer jij daar voor jezelf in? Mm-hmm. Gesproken vanuit het moment waar ik nu ben, kan ik zeggen dat ik met iedereen die zich openstelt, in verbinding kan zijn. Mm-hmm. En dat ik daar ook bewust voor kies om dat gewoon te laten ontstaan. Ik heb in mijn periode van mijn leven natuurlijk ook momenten gehad dat ik dat koos, om dat op dat moment niet te ervaren. Althans, niet op die manier wat de ander vaak dan ook van jou wil. Mm-hmm. Dat is een soort beschermingsmechanisme, dat kun je zien als een soort bescherming. Aan de andere kant, het ontbreken van empathie. Dan zou je ook kunnen afvragen, wat bedoelt de een met het woord empathie? Want alles is gelaagd in energie en ladingen. Maar laten we eens aannemen dat het empathische vermogen daarin... Of het geweten, hè, dat je daar dus een stukje bewustzijn ook aan koppelt. Dat heeft natuurlijk met bewustzijn te maken. Dus ook allemaal gebaseerd op kaders van nog niet doorleefde angstpatronen. Hè, mm. En het onderdrukken van emoties. Ja, hoe ik daarmee omga is op dit moment, ik ben gewoon met mensen in verbinding. En ook mensen die het niet met mij eens zijn, daar voel ik geen enkele frictie mee. Ik voel namelijk dat we met elkaar bezig zijn om tot een heelheidsproces te komen, om te ontdekken hoe zaken in elkaar zitten. En op het moment dat het bij mij, en jij geeft jezelf ook als voorbeeld, dat je dus iets tegenkomt wat niet helemaal synchroon loopt of niet kloppend is op dat moment, mm-hmm. dan mag je dat moment ook gewoon loslaten. Mag je ook gewoon zeggen, nou, op dit moment loopt dat gewoon niet. De gedachten die we daarbij hebben, de gevoelens die we daarbij hebben, die kunnen we later nog wel eens herzien. Mm-hmm. Hè, of het werkelijk datgene was wat we denken dat het op dat moment is. Ja. Maar op het moment waarin je zit, mag je dat gewoon doen. En als je elkaar respecteert, dan kun je dat ook gewoon zo laten. Overigens, het woord respect, dat is een van de belangrijkste zaken in het universum. Wij spreken heel veel over liefde en verbinding, natuurlijk. Het begint met respect. De teachings van de Syrische meesters zijn ook dat als je geen respect voor elkaar hebt, kun je ook geen verbinding met elkaar krijgen. Mm-hmm. Wezenlijke verbinding. En als je geen verbinding met elkaar hebt, kun je ook niet wezenlijk een krachtsverbinding met elkaar krijgen. Een scheppend vermogensverbinding. Oftewel wat wij dan liefde noemen. Mm-hmm. En wij roepen wel dat we onvoorwaardelijke liefde willen voelen. En ik ben onvoorwaardelijke liefde. Maar hoeveel respect heb je werkelijk voor jezelf? En hoeveel respect heb je werkelijk voor een ander? Dus op het moment dat je iemand iets ziet doen waar jij al een mening over hebt op basis van je eigen ervaringen, en je wordt daar dus plotseling mee geconfronteerd, wat voor gevoel komt er dan bij je naar boven? Als die persoon dan toch eventjes assistentie nodig heeft, ga je die persoon daadwerkelijk helpen? Ondersteun je die persoon even in dat moment? Of zegt jouw mind van nee, want er is een oordeel en... Precies. Dus voortdurend is het stuk respect naar elkaar toe van essentieel belang, ook in processen waar je met elkaar samenwerkt, ook in processen waar je afscheid met van elkaar hebt genomen. En dat is natuurlijk ook een hele belangrijke. Ja. Dat je altijd in je emotionele bewustzijn wel voor elkaar klaar durft te blijven staan. En de oordelen overstijgt. Dat je dus echt beyond de oordelen kunt kijken. En altijd, dat is wie altijd wij zijn. In het moment, altijd voor. Altijd in het moment, ja. Voor, en want we zijn allemaal aldoende lerenden, ook ik. Juist ik. Ik noem mezelf altijd maar als voorbeeld. Omdat ik natuurlijk voor mezelf ook toch een behoorlijk onderzoek en informatie in mij draag. Wat heel veel onderzoek in mijzelf ook oproept. Ja. Ik zeg dan maar, laten we gewoon respectvol met elkaar omgaan. En op het moment dat je daar gevoelens in hebt die afwijzend zijn, durf die gevoelens maar eens aan de kant te zetten en te erkennen als referentiekaders die er niet toe doen. Dus lekker een mooie uitdaging. Een hele mooie dag met elkaar ervaren, terwijl je iemand in wezen helemaal niet erg aardig vindt, puur om jezelf de kans te geven om wezenlijk met die persoon in contact te komen, om een prachtige dag te hebben. Gek. En dat kan dus gewoon. Ja. Wij doen veel te moeilijk. Ja. Mooi. In een van je lezingen heb je genoemd dat je ergens een keer mee werd genomen op naar een andere planeet. En dat je daar in een ruimte was en dat je daar allemaal jasjes over de kapstok zag hangen met NASA-logo's erop. Ja.
En ook dat, en dat heb je vaker verteld, dat, nou, dat je toch niet alleen van jezelf, maar ook van anderen, maar zelf ook heel vaak nou, dingen hebt gezien en indicaties hebt gehad. Dat toch de, onze ja, militairen en de NASA heel erg in verbinding staan met bepaalde soorten buitenaardse rassen. Ja, hoe moet ik dat zien? Hoe, weet je daar iets meer van? Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, daar weet ik veel meer van. En ik ben mij terdege bewust dat ik dus een vrijspreker ben. Ik spreek ook vrij. Ik ben alleen wel maar heel erg bewust dat ik de vrijspreker die ik ben, dat ik dat op een manier doe waarmee ik niet het onheil op mezelf afroep. Waarmee het onheil op mij persoonlijk helemaal niet van belang is. Omdat ik nergens, maar ook werkelijk nergens bang voor ben. Maar meer om het proces niet in de weg te staan, dat zaken dus aan het licht komen op een hele natuurlijke, transparante, rustige manier. Dus het breekijzer heb ik niet uit de kast gehaald. Ja, daar kan ik heel veel meer over vertellen. En ik weet ook dat er met argusogen geluisterd wordt over deze situatie. En ik heb daar nog niet zo heel erg veel over verteld. Nee. Simpelweg omdat de lezing en serie natuurlijk opgebouwd is in een lijn om eerst te gaan kijken wat onze positie ergens ook is. En om ook kracht te gaan halen in het doorbreken van patronen die ons in feite limiteren om terug te keren in ons galactische bewustzijn. Ja, daar kan ik wel iets meer over vertellen. Het heeft alles te maken met dat er een heel groot agenda bezig is, hoe zaken worden verward. Dus de verwarring van de menselijke geest, de verwarring van ons hersenen, capaciteit, hoe wij zaken zien, dat wordt voortdurend gebruikt. Dus wij denken dan bijvoorbeeld dat de militairen alles weten van geheime toestellen die er in de lucht zijn, van terugontwikkelde buitenaardse interdimensionale voertuigen. Daar moeten de vliegtuigen, gevechtspiloten moeten daar wat van weten. Nou, niets is minder waar. Er zijn heel veel verschillende lagen binnen de militaire industrie. En de militaire groepen, dus die gelieerd zijn aan een land, hebben ook weer een verbond, zoals bijvoorbeeld bij de NAVO. Maar zo kan een Nederlands F-16 squadron kan binnen een paar seconden tijd overgeschakeld worden op een Chinese squadron. Aangesloten worden op een ander systeem. Dus wat ik ermee eigenlijk aangeef is dat niets is wat het lijkt. Mm. Wij denken in die termen, wij moeten vooral denken op de wijze zoals andere groepen willen dat wij denken. En binnen die lagen van militaire hiërarchie zitten onvoorstelbaar veel inlichtingengroeperingen met allerlei andere agenda's. Mm. Die ook rookgordijnen zijn over elkaar heen en vaak niet eens van elkaar weten dat ze een rookgordijn zijn van de ander. Als je dat van buitenaf gaat onderzoeken, en ik heb een heel groot talent mee mogen nemen als remote viewer, op een extreem krachtige manier, wat ik van kinds af aan gebruik op momenten dat dat nodig is. Ik zou dat nooit zomaar inzetten naar mensen toe. Dat gaat ook helemaal niet, want dat werkt niet. Maar globaal gezien, wat te maken heeft met het welzijn van de mens, gebruik ik remote viewing. Mm-hmm. En ik heb, afgezien van mijn persoonlijke ervaring, ook met remote viewing heel veel ontdekt. En de militaire industrie wordt in feite is opgedeeld in heel veel verschillende zones en lagen, verschillende werkelijkheden, waar ook verschillende commandostructuren aanwezig zijn. En binnen die realiteit van buitenaardse technologie is het zo dat onze Nederlandse F-16 straaljagerpiloten zijn wel opgeleid dat er dus atmosferische verschijnselen zijn, maar weten niet in het buitenaardse context hoe dat precies in elkaar zit. En ik durf gewoon hier wel voor de Kamer te zeggen dat ik wel eens met mensen gesproken heb die piloten zijn op de NAVO-basis en dat ze niet allemaal zich aan de eet houden. En ze zijn echt wel op de hoogte van dat er bepaalde zaken gebeuren waar ze niet over mogen spreken. Wat zij weten, zoals het hun gebriefd wordt, is dat dat supergeheime geavanceerde toestellen zijn van een nog niet nader geclassificeerde groep op aarde die buiten de ruimte- en tijdzone, buiten het zichtbare lichtspectrum opereert. Dat weten zij. Maar ze weten niet het hele grotere verhaal daarachter. En dat is ook logisch, hè? Want die mensen hebben daar ook geen tijd voor. Die worden geïnstrueerd. Nou, terug naar jouw vraag. Want ja, één vraag is vaak, dat geeft een hele riedel aan woorden en zinspelingen. Ja. Er is buiten deze aarde een programma actief die in samenwerking met onderdelen van NASA interstellaire vluchten heeft ontwikkeld, zeg maar. En daar ben ik her en der wel eens aanwezig geweest. Ik heb daar mogen kijken en ik heb daar dus inderdaad ook gezien dat NASA betrokken is. Onder andere NASA, maar ook heel veel andere organisaties betrokken zijn bij het aanvliegen op andere planeten. En daar zijn ook gewoon overeenkomsten op gesloten. Mm-hmm. En er is echt alles aan gelegen om dat in het geheim te houden. Aan de andere kant kun je vragen, hoe komt het dan dat ik dat meemaak? En dat komt om simpelweg omdat het bewustzijn van de mens op een gegeven moment verder gaat kijken dan datgene wat zich laat zien. Ja. En daar ben ik dus kennelijk gewoon heel goed in, om aangeleid te worden door andere buitenaardse beschavingen. Mensen zoals jij en ik zelf ook, waardoor ik daar een kijkje kan nemen. Mm-hmm. En heel veel geld wordt uit het circuit onttrokken voor dit soort grote evenementen. Het is enorm. Ja.
Ja, er zijn bij Project Camelot zijn er ook diverse getuigenverslagen die daar wel van verhalen. Dat ze, ja. Bijvoorbeeld op Mars, daar zouden ze 700.000 man zijn. En, ja. Dat zijn dingen die je ook allemaal hebt gezien. Ja, ik ga daar zo iets meer over vertellen. En er zijn ook allerlei dingen bekend over Saturnus. Over dat Saturnus die geluidslagen zou hebben. En dat die artificieel zijn. En er zijn foto's van vanaf de jaren 70. En zijn er eigenlijk al dingen over bekend. Heb je daar vanuit jouw perspectief ook naar gekeken? Wat, als David Icke die zegt van we leven eigenlijk in een soort Saturnus-maan-matrix, waarbij de energieën vanaf Saturnus naar de maan gaan en ons in een bepaalde bandbreedte houden. Heb jij ook dat soort dingen gezien? Kun je dat vanuit je ervaring bevestigen? Niet zozeer dat ik dat vanaf Saturnus heb gezien, dat niet. Ik zie dat op een andere manier. Ik hoor dat, die frequenties. En ik heb het ook gewoon meegenomen. Dus kijk, we proberen dat te verklaren in het model waarin we nu zitten. Maar het is in feite een grote afleidingsmanoeuvre van een nog veel groter evenement. En natuurlijk zijn de krachten bezig om het bewustzijn van de aarde in feite in een bepaalde frequentie te houden. Mm-hmm. Mensen spreken over een verlaagd bewustzijn. Ik noem het in een hele kleine bandbreedte. Want het bewustzijn wat wij op dit moment in ons dragen is in frequentie letterlijk net zo hoog als oorspronkelijk vermogen. Alleen de vermogens zijn ingeperkt. Mm-hmm. Dus in het stukje vermogen wat we nu hebben, proberen we dan een duiding te geven van wat er vanaf Mars gebeurt naar de maan. Ik hou me daar een beetje verder van, omdat ik daar verder geen directe informatie heb in de context van bijvoorbeeld zoals David Icke dat heeft. Maar wat ik weet, is dat er kennis is op deze aarde van het feit dat de aarde onder controle staat van interdimensionale groepen. Mm-hmm. En die kennis die is al in de jaren 40 is die in feite heel goed uitgepluist. Die is die uitgeplozen. En die informatie die is zo geclassificeerd. En daar is dat hele militaire structuur, de commando, is daar gewoon op gebaseerd. Dus in feite hebben we een soort interdimensionale politieorganisatie die niet aards is. En de boel waarneemt, ook aanstuurt, bijstuurt op plekken waar dat nodig is. En op deze aarde zijn interdimensionale en buitenaardse rassen aanwezig om ons in dit stuk waarin we nu zitten gewoon draaiende te houden. En de kracht van het hele verhaal zit hem in het feit dat ze zich letterlijk onzichtbaar houden. Mm-hmm. Want ga maar eens iets aantonen wat niet zichtbaar is. Ja, nou, en ik weet wel wat dat oproept bij de mensen. Mm-hmm. Zou het niet zo zijn dat ik al die ervaringen niet zou hebben, zou ik dat nog steeds over spreken? Daar heb ik wel eens over nagedacht en ook over nagevoeld. Zou het alleen wel een stuk lastiger zijn, omdat de vragen die je stelt, gesteld krijgt en je kunt antwoord geven op basis van je eigen ervaringen, dat maakt het verhaal ook authentiek en sterk. Overigens is dat trouwens weer iets wat veel mensen ook wel eens beangstigend vinden. Mm-hmm. Doordat ik, we zitten lekker ontspannen hier te spreken. Soms kan het ook wel eens op een hele dermate manifesterende wijze overkomen dat mensen er ook van verward raken. Want het is zo anders als je de informatie rechtstreeks binnenkrijgt. Het is niet van mijn mond, maar het is vanuit ons energieveld wat er mm-hmm. gebeurt. Kijk, we hebben twee soorten onderzoeken, hè? Mm-hmm. Het eerste is, je hebt mensen op deze planeet die zijn buitengewoon geïnteresseerd in het verschijnsel. Vanuit welke invalshoek dan ook, dat maakt niks uit. Ze gaan een onderzoek doen op basis van hun interesse. Ze gaan buitenaards verschijnsel. Buitenaards verschijnselen, mm-hmm. Of ook paranormale verschijnselen, dat maakt eventjes helemaal niets uit. Mm-hmm. Op basis van die onderzoeken komen er dus resultaten naar buiten. En die resultaten worden verzameld en er wordt een beeld, komt daaruit. En er komt ook een resultaat uit wat een verklaring is. En dat onderzoek wat die mensen doen, dat is dus in feite de ervaring van hen geworden. Dus dat is de ervaring. Dus er komt de ervaring voort uit onderzoek. En bij mij is het net andersom. Ik ben die ervaring. En vanuit die ervaring doe ik een onderzoek. Dus het is net andersom. En daarom ben ik ook zo buitengewoon geïnteresseerd om die twee groepen bij elkaar te brengen. En het punt is wel dat daardoor, omdat ik die ervaring ook ben en daar ook heel vrij over spreek, dat er dus ook energieën vrij kunnen komen die wij niet altijd helemaal begrijpen. Mm-hmm. Gisteravond nog een hele mooie lezing gegeven waarin ook mensen zeiden van wauw, ik ben dansend naar huis gegaan vorige keer. En er waren ook mensen die zeiden, ja, en ik ben met zo'n zwaar gevoel, met een heel ziek gevoel ben ik naar huis gegaan. Het klopt precies wat je hebt verteld, Martijn. Het gebeurt inderdaad ook. Maar hoe kan dat nou? En dan zeg ik maar één ding op. Wij, mensen, zijn in dit tijdscontinuum waarin we nu zitten zo ongelooflijk lang in ons bewustzijn onderdrukt. We hebben zoveel psychische ballast en emotionele ballast in ons morfogenetisch veld zitten. Mm-hmm. Dat duurt al miljarden jaren in de tijdspannen waarin we nu zitten. Niet 6000 jaar voor Christus, het duurt veel langer dan dat. En het menselijk bewustzijn heeft nooit de kans echt gehad om zich te openbaren in het stuk waarin we nu zitten.
En het is echt niet vreemd dat op het moment dat wij dus in aanraking komen met dieperliggende emoties in ons bewustzijn, het zij doordat ik er iets over vertel en daardoor komt er iets op gang, of iemand anders ervaart iets waardoor het op gang komt, of het komt gewoon puur uit jezelf op gang, kan ook, hè, want dat is helemaal geen onmogelijkheid, dan gebeurt er iets in ons neurologische circuit fysiek en in ons niet-fysieke neurologische circuit, wat 99% is van onze werkelijke neurologische frequenties. Daar worden gevoelens naar voren, pakketten informaties worden daar verstuurd, die gevoelens naar boven halen, die wij niet kunnen begrijpen. Dus dat zijn gevoelens die wij niet kunnen plaatsen bij een kader van wat we in dit leven hebben ervaren. Mm-hmm. En die gevoelens kunnen zo krachtig zijn, dat ze letterlijk emoties en gevoelens fysiek ook oproepen, waardoor je dus het gevoel hebt dat iets negatief of slecht is, zwaar is. Ik zeg dan steeds weer, we zijn goed bezig. Laat het maar gewoon toe. Er kan niets gebeuren, er is helemaal geen angst nodig. Die gevoelens is de wedergeboorte van een veel hoger, groter stuk bewustzijn. Het is het samenvoegen van de dimensionale bewustzijnslagen. En als dat dus inderdaad zo naar voren komt, laten we dan er voor elkaar zijn. Dat roep ik ook aan de mensen. Ga niet flippen, ga niet roepen van ik ben ziek geworden. Niet alleen bij mijn lezing, maar bij andere activiteiten overal over de wereld. Sta klaar voor elkaar. En leg daar geen oordeel op van goed of kwaad. Het is een proces. Ja. En dat proces dat dient zich aan, simpelweg omdat die persoon daarin verkeert. Ja. Ja, dit is gewoon een boodschap die ik toch nog echt heel graag wil meegeven. Nou, hartstikke mooi. Je doet nu een lezingenserie van 4 lezingen. En je zegt dat je er eigenlijk veel meer hebt. En ook dat je best wel een tijd hebt gewacht om met deze 4 te komen. Omdat je zoiets had van ja, het moet wel, hè, omdat je voelde het moet ontvangen kunnen worden. Anders dan. Hoe heb je die, hè, want je doet het nu bijna een jaar. Hoe is dat voor jou geweest om nu na langere tijd deze lezingen te geven? Ja. Fantastisch. Echt fantastisch. En waarom fantastisch? Omdat het gewoon heel veel in beweging zet. Ik spreek vrij uit, puur om beweging mede te inspireren. In beweging te krijgen en mede te inspireren om die gevoelens waar ik het zojuist over had, om die weer toe te gaan staan. En wat het mij heeft gebracht als wezen is heel veel vreugde, heel veel liefde, heel weinig vrije tijd in die zin dat ik nog echt in mijn tuin kan werken. Dat is op dit moment gewoon een beetje sporadisch. Maar dat is gewoon goed, want dat hoort er ook bij en ik doe het met liefde en inzet en ik zie. Echt, en dat is heel belangrijk, Arjan. Ik zie dat de mensen, en daar hoor ik zelf ook bij, wij hebben nodig een heel nieuwe koers. En ik zie dat de mensen geraakt worden door het gevoel van dat wij meer zijn dan alleen het stukje wat wij op dit moment van onszelf ervaren. Ja. Dat wij niet gek zijn. Dat er dus daadwerkelijk een structuur is die mind control, niet alleen in dit stuk hoofd waar we nu in zitten, maar in een groter galactisch bewustzijn, operationeel heeft. En dat wij dus daadwerkelijk mogen healen uit deze situatie en dat er honderdduizenden mensen alleen al in Nederland echt niet op hun achterhoofd gevallen zijn. Mm-hmm. Dus het heeft mij heel veel plezier en heel veel vreugde gebracht en heel veel kracht gegeven, ook in de punten waar ik ook wel eens een keertje huil, puur vanuit dat gevoel van besef van dat het er zo ongelooflijk toe doet. Hè, dat kan een stuk muziek zijn waar ik echt helemaal door geroerd word. Het kan zijn een momentum dat ik naar een boom kijk waar een vogel in zit, waar iets gebeurt wat zo wezenlijk mij diep van binnen raakt. De schoonheid van het leven, de scheppingskracht. Het heeft mij zoveel gebracht wat mij gemotiveerd heeft om inderdaad lekker door te gaan. En ik ben ook tegengekomen dat er heel veel mensen proberen mij te ontmoedigen door daar allerlei argumenten tegenover in te brengen waarom het anders zou zijn. Ik zeg maar één ding, ik ben niet te demotiveren. Want het is namelijk zo dat het ook allemaal anders kan zijn. Mm-hmm. Daarom zeg ik ook dat de waarheid niet bestaat. De eerste, de beste die echt de waarheid komt vertellen, zou nog in deze matrix binnen mogen lopen. Want elke vorm van realiteit bestaat. En wij bestaan uit zoveel verschillende lagen van bewustzijn, dat we komen er alleen uit door stapsgewijs met elkaar daarna te gaan kijken hoe dat in elkaar zit. Nou, en ik heb dat als een hele bijzondere ervaring meegekregen. En ik voel de vreugde en de plezier. Ik heb ook ongelooflijke tegenwerking gehad, natuurlijk op allerlei verschillende mogelijke manieren. Wat ik dan wel als een welkomstcadeau ervaar. Ik word er ook niet boos van. Omdat op het moment dat je iets doet met elkaar, want ik doe het niet, hè. Dat zijn de mensen die dus komen. Mm-hmm. Ik mag gewoon die rol daar invullen om het in beweging te zetten. En in feite doen die mensen dat. Die mensen zetten dat in beweging. En ik voel het ook iedere keer dat ik heel dankbaar ben dat ik daar mag zijn. Mm-hmm. Want één ding is zeker, de mensen, wij op aarde, wij zijn wonderen. Wij kunnen dingen doen waar we op dit moment veel over lezen, maar het nog niet beleven.
En mijn taak is om dat in beweging te zetten. En ik ben daar ongelooflijk gelukkig van. En er komt nog veel meer. En niet alleen vanuit mijn hoek, maar uit heel veel andere hoeken. Nou, heel blij om te horen. Ik ben ook heel blij dat ik daar zelf ook onderdeel van ben geweest, van jouw lezingen overigens. Dat is, vaak kun je een speld horen vallen en zit iedereen echt heel op het puntje van zijn stoel gebiologeerd naar jou te luisteren. En ik ervaar daar zelf ook heel veel vreugde bij. Dat is echt geweldig. En want je zegt even in een nutshell van er gaat nog veel meer komen. Je zei van, goh, ik doe nu de eerste 4 en ik heb nog eigenlijk veel meer. Ik heb er misschien wel 22. Heb jij al het gevoel van, goh, we zijn klaar voor de volgende 4 of de volgende 10 of de volgende? Of hoe voel je daarover? Nou, wederom weer een hele goede vraag. vorig jaar had ik die plan al helemaal klaar liggen om dat neer te leggen. Deze lezingsserie heb ik in samenwerking met Syrische mensen, heb ik die helemaal doorgenomen en besproken. En allemaal geverifieerd op basis van gevoel, emotie en het aardse bewustzijn. Hè? Okay. In relatie tot ons galactische bewustzijn. Want ik kan wel heel graag iets willen vertellen, maar daar gaat het niet om. Het mag ingeplucht worden op het bewustzijn. Het gaat om draagvlak. Het gaat om respect. En in Nederland was en is nog steeds heel veel te doen op het gebied van draagvlak van respect. Want op het moment dat we deze gevoelens naar voren laten gaan komen, dan heeft dat invloed en impact, en laten we dat niet onderschatten, het heeft invloed op de realiteit van hoe zaken zich voortbewegen. Mensen die hier niet mee bezig zijn, zullen er op dit moment nog niet veel van meekrijgen, maar de kracht waarmee wij in het potentiële veld aan het werk zijn, wordt dermate groot, dat we dus binnenkort daar echt wel iets in gaan ontdekken en ervaren. Dus steeds meer mensen komen, bijvoorbeeld ook bij mij, een lezing binnen, zeg ik ben hier nog nooit mee bezig geweest, maar ik voel dat ik erheen moet. Ik heb het altijd belachelijk gevonden. Ja. Dus die data, die informatie komt binnen bij die mensen van dat het tijd is. Dus ja, antwoord op jouw vraag. het hangt er helemaal vanaf hoe het zich ontvouwt. Mijn inzet is om na de zomervakantie, medio september, oktober, te beginnen met een nieuwe lezingsserie, 4 delen. Die aansluiten op deze eerste 4, maar je hoeft die eerste 4 niet per se te volgen, net zoals dat je elk deel gewoon los kunt volgen, want het gaat niet om het deel, het gaat om je eigen frequentie waar je dus informatie zit. Het is alleen wel zo dat ik iedereen oproep van binnen te voelen om die mededrager te zijn van die grotere realiteit. Ja. Hoe die er dan ook precies uitziet, maakt helemaal niet uit. Dus ja, die intentie ligt er en er komen ook, ik ga ook een paar workshops wil ik het eigenlijk ook niet noemen. Ik ga een paar trainingen met de mensen delen door het hele land. Om ons bewustzijn op basis van die nog niet eerder gevoelens die we soms kunnen ervaren. Mm-hmm. Om die gevoelens naar voren te laten komen. En op basis van die gevoelens bepaalde zaken in ons leven te gaan ervaren. Dus we gaan andere kaders inbrengen. Daar werk ik ook mee. Ik werk ook vanuit een praktijkje met de mensen. En doe ik ook puur vanuit mijn plezier. En ik merk dat de resultaten overweldigend zijn. Wij kunnen daadwerkelijk een andere kant uit. Wij kunnen werkelijk loskomen van de maskers die ons opgelegd zijn, waarvan wij denken dat dat voortkomt uit de incarnatie. Dus ja, er komt nog heel veel meer en mijn inzet is september, oktober. Okay. Maar de eerste lezingenserie van 4 delen, die ben ik ook aan het aanvullen. En mensen die mijn lezingenseries vaker volgen, zeggen ook steeds, want er zit in elke lezing steeds weer andere extra informatie. En dat klopt ook, want ik gebruik wel een slideshow. Maar die informatie zit in, dat is wie ik ben. Ja. En die zet ik op elk moment in. Wat ik heel belangrijk vind, is dat er meer samenwerking gaat komen om evenementen en thema's aan elkaar te koppelen. Want zoals ik mensen bekrachtig, zo zou ik het ook enorm vreugdevol vinden als andere mensen mij ook kunnen bekrachtigen. Ja. Dat is ook wat ik ook nodig heb, want ik ben ook Martijn. Hè? Ja. Nou, ik kijk heel erg uit naar wat komen gaat. En ik wil je ontzettend bedanken dat je spreekt, waarover je spreekt. Dat je het op je hebt genomen om vrijspreker te zijn. En dit is toch, dat is toch niet niks. Dat, ik zit toch natuurlijk wel in een bepaalde hoek. Dus dat, om dat te doen, dat vraagt gewoon heel veel moed. En je gaat toch wel heel wat stappen verder dan we tot nu toe in ons ook alternatieve en super fringe circuit hebben gezien. Mm-hmm. En daar push jij het nog even een stukje verder. Dus ik vind dat en ik ben heel erg blij omdat dat je dat doet. Dus dank je wel daarvoor. Ook dank dat je vandaag naar de studio bent gekomen om dit interview te doen. En ik kijk heel erg uit om nog veel meer van jou te horen. Het genoeg is geheel aan mijn kant. Ja, dank je wel. Oké.